iedereen en welkom in goedemiddag. Interessante dag. Heel veel verschillende facetten zijn aan bod gekomen, van omnichannel tot supply chain en inspirerend. Ik denk dat er heel veel aan de gang is en ik denk dat, dat het een boeiende tijd is, want het gaat een tijd worden waarin een hoop merken en formules afgedaan hebben voor de consument, maar waar er ook heel veel nieuwe en interessante proposities gaan opkomen. Maar je moet ook aan beleving gaan denken en dat is ook heel erg belangrijk. Dus niet alleen denken is het omzet verhogend, maar bied ik ook een extra service en beleving voor klanten. En middels dit soort technologieën kun je dat doen, want dit brengt ook een heel hoog fun karakter. Want iedereen begint te lachen als je zegt, hallo, welkom in deze winkel, hè? Hoe kan ik u helpen? En dat is heel erg belangrijk in retail tegenwoordig, dat je ook fun inbrengt. Denk revolutionair, handel evolutionair. Dat is het motto om mee af te trappen. En dat is ook de context waarin ik het verhaal van Erik en mij wil plaatsen. En dat doe je voornamelijk door fact-based te denken. Veranderen is een proces. Ik geloof totaal niet, en dat is lastig als beursgenoteerd bedrijf, in één grote oplossing die alles gaat redden. Ik geloof heel erg dat het allemaal kleine dingen samen zijn die de oplossing brengen. Maar aan dezelfde kant gaan fysieke retailers verdwijnen. Tenzij ze zorgen dat ze in die customer journey, in dat speelveld waar die klant zich aan het oriënteren is, want dat doet iedereen dus online en niet offline. Als je daar niet aanwezig bent, dan wordt de kans dat iemand in jouw winkel komt gewoon letterlijk met de dag kleiner. Trust is the absolute currency that you have. Yeah, this is famous saying that it takes a long time to gain trust, it takes seconds to lose it. So that means that you have to be continuously on your toes to make your customers feel that you are worth their trust. Nou, ik vond het een leuke dag. En het meest spannende voor mij, en ik denk voor heel veel mensen hier, was natuurlijk de presentatie van Werner Vogels. Ik denk dat je daar ongelooflijk veel van kunt leren. Het is altijd een feestje om hier te zijn, vind ik. Gewoon de locatie, de mensen, de inspiratie die je hier vandaan haalt is... Is geweldig, zo'n Werner Vogels net weer. Dat inspireert mij om morgen weer met goede moed aan het werk te gaan.